Ja, het zal nu erg moeilijk worden. Nou, hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, Juri. Wat vind jij? Nou, die mag toch dolblij zijn met die winnende treffer op het einde. Dat is echt goed gespeeld. En uiteindelijk gaat het erom dat je wint. Dat is bepalend.
Als ze hier verliezen, zijn hun kansen verkeken. Nou, daar gaan we dan. Laten we hopen op een prachtige wedstrijd. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Ze gaan vandaag voetballen in de traditionele samenstelling van 4-4-2. Ben jij eigenlijk een voorstander van het systeem met twee spitsen? Nou, toen ik voetbalde was ik wel voorstander ervan. Want ik vond het wel lekker om een spits in de buurt te hebben. Dan is niet alle aandacht van de verdedigers op jou gericht. Maar moeten ze ook hun aandacht op die ander hebben. En daar kun je dan van profiteren. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. De trainer heeft gekozen voor een opvallend systeem. 4-5-1. Ja, wat moeten we daarvan verwachten? Het is in ieder geval geen spelopvatting waar je vrolijk van wordt, Evert. Als je zo'n systeem op het bord zet, heb je duidelijk niet de intentie om het publiek te vermaken. Oh, ik kan hem nu voorzetten. De tegenstander kan die bal rustig aannemen. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Als die aanval was doorgezet, had het gevaarlijk kunnen worden. Doeltrap. Marco Reus is uitgegroeid tot een van de grootste sterren in het hedendaagse voetbal. Wat mogen we van hem verwachten vandaag? Nou, veel, Evert. Hij is een van de grootste talenten ter wereld. En ik ben een enorme fan van zijn spel. Hij kan zo goed voetballen dat er soms een schitterend combinatiespel ontstaat tussen hem en zijn ploeggenoten. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Dat is nogal optimistisch gedacht hoor, zo'n schot van grote afstand. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De keeper hoeft niet in actie te komen. Doeltrap. De bal wordt voor het doel gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Reus. Mario Götze. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. De bal wordt in de 16 gebracht. De bal wordt voorgezet, maar de keeper zit er goed tussen. En nu heeft hij de bal te pakken. Raitala. Lam. Sancho. Mario Götze. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Die bal gaat straks in een baan om de aarde. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Mario Götze, gaan ze hier de leiding nemen? Zo, wat een redding. Ik telde hem al. Schitterend keeperswerk even. Het is net een panter in het doel. Ze speelt de bal naar de rand van het strafschopgebied. Raak je zo'n bal goed, ja, dan maak je het doelpunt van het jaar. En nu sta je een beetje voor, ja, voor paal. Goed blijven kijken naar de bal. Dan heb je kans dat je hem goed raakt. Ja, dan maak je misschien het doelpunt van het jaar, zoals je zegt. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen.
De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. En die trap komt niet verder dan de tegenstanders. Kijk eens. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Gutsen. Rafael Guerrero. Die paas wordt onderschept. Gutsen. En dat is wel... Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Robin Lot. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Prima paas, mooi opgepakt. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Marco Reus. Gutsen. De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn. Dus dat wordt een inworp. Sancho. Gutsen. De doelman doet dat heel goed. Kijk eens hoe die zijn man daar passeert. Gaat op het doel af. Als hij die gemaakt had, dan waren ze op voorsprong gekomen. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. The fourth official has indicated Lamp. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Ze laten het balletje lekker rondgaan op zoek naar het juiste moment om toe te slaan. De paas is... Wat gaat hij doen? Die bal brengt doelman Burki niet in de war. Die bal is voor de tegenstander. De eerste helft is gespeeld, 0-0. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Beide ploegen geven elkaar niets toe, Jury. Zowel het percentage balbezit als het aantal schoten is nagenoeg gelijk. Klopt, Evert. Ja, daardoor is het een heerlijk duel voor de kijker, hè? Spel golft op en neer. Borussia Dortmund trapt de tweede helft af. Het schot wordt gestuurd door de verdediger. Robin Lot. Timo Pukki. Dortmund mag gooien. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Mislukte inworp, wegbalbezit. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dat ziet er kansrijk uit. Dan schiet hij. Hij ging er gewoon voor staan. Gutsen! Daar kwamen ze bijna op voorsprong, maar de gelijke stand blijft voorlopig gehandhaafd.
Geen beste paas dit. Daar staan geen medespelers. Inworp. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Mario Götze. Marco Reus. Net op tijd onderschept. Wat vind jij trouwens van het spel van Mark? Stuur de hele achterhoede het bos in. Allemachtig, wat een redding. Die gaan we nog wel een paar keer terugzien, denk ik. Ja, het is echt geweldig keeperswerk, hoor. Ze moeten die kans eigenlijk benutten, maar wat een keeper. De hoekschop komt. Toivio! Gedurfd, maar daar moet je natuurlijk geluk bij hebben. Nee, deze omhaal mist alle richting. Daar kan niemand bij, behalve de keeper dan. Die bal is voor de doelman. Ja, er staat gewoon goed op te letten. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Kijk nou, de keeper heeft hem. De aanval strandt en we krijgen een doeltrap. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hij werkt die bal weg. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ze krijgen een ingooi. Ik zie liever dat de thuisploeg door blijft voetballen op jacht naar doelpunten. Maar ik vrees dat het grote tijdrek is begonnen, Jury. Ja, het is niet echt leuk om naar te kijken. Maar ja, het resultaat is heilig. En er zijn tegenwoordig. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. De inworp is voor Borussia Dortmund. Komt dat schot? Nee, die bal gaat er niet in. En de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Uit de gevarenzone met die bal, denkt de keeper. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. De bal gaat richting de vleugel. Dat had een kans op kunnen leveren. Maar die voorzet is veel te onnauwkeurig.
Hier is goed te zien dat er best wel wat dreiging uitging van deze actie. Diepe corner. Die gaat naast de goal. In de handen van de keeper. Axel Witsel. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Het staat nog steeds gelijk hier. Ze vechten om niet te verliezen, want dan zijn ze de titel kwijt. Ja, ze moeten geen goal meer tegenkrijgen nu. Delaney. Royce. Rafael Guerrero. Mario Kutze. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? De bal rolt zo naar de keeper. De wedstrijd lijkt af te gaan op een gelijkspel. Of krijgen we toch nog een doelpunt te zien in de laatste 5 minuten? We gaan het zien zo. Mario Kutze. Hij weet die paas te onderscheppen. Nou, dat was nog een flinke kans om alsnog een voorsprong de komende wedstrijd te winnen. Maar die verdediger zit er prima tussen. Axel Witsel. De bal vertrekt van de schoen. Oh, hij scoort. Ai, dat is niet waar ze vandaag op hadden gehoopt. Zou het ze nog gaan lukken? Dan moet er wel iets gebeuren, Evert. Zoals ze nu spelen, zit het er niet in. Pracht van een doelpunt. Hij timed ook perfect en knalt de bal uit de lucht de goal in. Wat een geweldige volley. Dat is eentje voor de hoogtepunt, hoor. Wel een mooi moment om te scoren, Juri. Ja, de tegenstander heeft niet veel tijd meer om weer gelijk te maken. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Witsel. Als de ploeg nog aanspraak wil maken op een punt, dan moet het nu gebeuren. Die bal is... Het zit erop voor vandaag.